stalen ademage is ontstaan toen het duidelijk werd dat de gemeentes in de regio gingen fuseren. En wij dachten, nou, dan moeten we toch daar iets aan doen als literair platform. Met ingang van 1 januari is Geurt Franse geen Boksmeerse schrijver meer, maar een Land van Kuukse schrijver. En met aan die wezenlijke verandering in de existentie van Geurt Franse, dat vinden wij, moeten we niet zomaar voorbij laten. Toen we die 4 festivals aan het plannen waren, kwamen we in november uit in Boksmeer. En toen zei BiblioPlus, oh, maar dan hebben wij ook al een evenement bedacht. Namelijk in het kader van Nederland leest. Ja. Wij hebben de handen in elkaar geslagen, daar is de Weijer bijgevoegd en nu zitten we hier. U krijgt een prachtig programma. Een programma waarin het motto van Nederland leest, namelijk verleg je grenzen en vergroot de wereld en de missie van de Kneep, het land van Kuik en Maasduinen, voeden met liefde voor taal, in elkaar voegen. En we zijn erg blij dat iemand wiens hart overvloeit van liefde voor taal bereid was dit te presenteren. Hooggeacht publiek, uw gastheer. Willem. De Kneep, wat staat daarvoor? De Kneep is een platform van schrijvers uit de regio. Ja, maar ik bedoel de naam. De naam, ja, dat moet jij toch weten. Dat is de achterkant van een boek, die in feite een gebonden boek. Die alles bij elkaar houdt. Oh. Daar is de naam De Kneep van achter. Ik dacht van de fijne kneepjes. Maar ja, dat zal ook kunnen. Ja. Maar dat zal er ook ongetwijfeld mee te maken hebben. Dat allemaal. Ja, ja. Dankjewel Willem. Beste mensen, wij gaan beginnen met het programma. Treden veel mensen op. Je kunt er tussendoor ook gerust van alles roepen en vragen. Hè. Mensen die nu mondkapje op hebben, mag als je zit, mag het af. Maar je mag het ook gerust ophouden. En we proberen hier toch zoveel mogelijk afstand te houden. Ja, dat zie ik bij jullie. Ik zit ver op afstand genoeg. Ik ben zwaar gevaccineerd, 3 keer zelfs. Ja, inclusief de griepprik bedoel ik. Nee, en ik heb toch ook nagegaan, want er is een plaatje van de Rijksoverheid, hoe vaak ik vroeger wel niet gevaccineerd ben. Dus dat is alles bij elkaar toch al een keer 10 denk ik wel dat ik inmiddels gevaccineerd ben. Ja, dus wij gaan beginnen met Naomi. Naomi die zit hier. Naomi Grant. Grant zeggen sommige mensen ook wel. Ze heet eigenlijk Veldwijk. Klopt toch Naomi, hè? Heb je naam echt veranderd? Officieel? Officieel veranderd. Oh? Goed. Maar je bent geboren in 1989. Heb je dat ook veranderd? Naomi, ik kom vast hier staan. Jij doet heel veel, maar je hebt net een workshop hier gegeven. Wat voor workshop heb je gegeven? Spoken word. En wat is precies spoken word? Want dat ga je zo meteen een proeven van bekwaamheid van afleggen. Maar wat is spoken word? Spoken word, ik vind het heel lastig om te zeggen wat het eigenlijk echt is, omdat het heel breed is. Het is eigenlijk gewoon gesproken woord, dus alles wat we hier aan het doen zijn, kun je ook onder het rijtje spoken word plakken. Maar waarmee spoken word nu toch wel wat bekender wordt in Nederland, is het een vrijere vorm van dichten. Het zijn vaak veel langere gedichten en het is niet alleen de tekst die belangrijk is, maar ook hoe je het voortdraagt. Dus het is echt de combinatie daarvan. Ja, en jij gaat nu iets voor ons voordragen met een titel? Met een titel? Ik heb meerdere titels. Ik hou verder niet zo van titels. Voor 1 en hetzelfde gedicht? Nee. Ik heb 3 zelfs gedichten voor jullie meegenomen. Ja. En die hebben alle 3 een andere titel. Maar die noem ik eigenlijk nooit. Dat geeft niks. Maar het is alle 3 wat anders. Alle 3, maar wel dus 3 vormen van spoken word. En hoe ik dat doe. En daarmee, het zijn ook 3 teksten waarmee ik dacht, daar kunnen jullie mij ook een beetje mee leren kennen.
of jullie dat nou willen of niet. Ja. Dat gaat gewoon gebeuren. En zodat jullie kennis maken met spoken word eigenlijk. Ja. Ja. Waar woon je? Ik woon in Rotterdam. Ja. Ja. Is dat te horen? Nee. Ik geef je het woord. Nou, voor je drie, noem je het gedichten zelf of noem je het zelf ook geen gedichten? Ja, ik noem het verder eigenlijk niks. Het wordt mij nooit gevraagd om het te noemen. Maar het wordt door anderen spoken word gedichten genoemd. En dat heb ik eigenlijk nooit tegengesproken. Ja. Ja. Oké. Okay. Ga je gang. Ja, dankjewel. Nee, zoals ik dus al zei, ik heb drie teksten voor jullie meegenomen. En daarmee geef ik jullie een beetje een inkijkje in wie ik ben. En ik heb nagedacht over grenzeloos en wat voor mij grenzeloos kan zijn. En dus ook drie teksten met drie verschillende perspectieven op wat grenzeloos kan zijn. Het was een zomerdag, een met zon bedekte morgen. Zorgen? Nee, geen zorgen vandaag. Herinneringen zijn na 21 jaar vaag, maar ik zie je dansen. Dansen op de muziek uit dat cassettebandje, ik zie je lachen. Ik zie je lachen naar mij. Je laat me schrikken door je gebit uit te doen. Ik vind het een eng gezicht, maar jij lacht. Het is jouw grap. En ook anderen vinden het leuk als jij dat doet. Ik kwam vaak op bezoek. Bij jou mochten we altijd langs. Ik genoot iedere keer, al was ik mij daar toen niet zo bewust van. Mijn verjaardag kwam. Als verrassing zou je met mij komen vieren, hoorde ik achteraf. Niemand wist dat jouw einde ook op mijn dag gepland was. Als ik morgen niet meer opsta, als ik morgen niet meer adem, wees dan niet treurig, maar glimlach naar mij en strooi mij te rusten. Over zand, over zee. Pak mijn hand en bedenk nog één keer, wij waren goed met z'n twee. Het was een speciale dag. Ik had jou nog nooit gezien. Ook jouw zoon niet, mijn opa. Wat ik had? Een zwart-wit foto van mijn tante en vader met jou. Je leek nog precies op die vrouw. Ook toch een beetje oud, maar levendig en fit. De trap kon je zelf omhoog, ieders trots, want je lach was er nog. Je was het zonnetje in de harten van je naaste, al was je wellicht allang gebroken. Door de manier waarop twee van jouw bloed je vroeg zijn ontnomen. Je had een middagdutje nodig. No worries, dacht ik. Ik zie je snel weer. Maar de kans om elkaar te omhelzen kregen wij niet nog een keer. Als ik morgen niet meer opsta, als ik morgen niet meer adem, wees dan niet treurig, maar glimlach naar mij. Strooi mij te rusten, over zand, over zee. Pak mijn hand en bedenk dan nog één keer, wij waren goed met z'n twee. Het was een dag als nooit tevoren, nooit had ik gedacht dat het zo zou gaan. Je was verrast met mijn bezoekje, verrast met je lievelingskoekjes, maar je favoriete smaak kon je al niet meer proeven. Voor het eerst dat wij zo met elkaar spraken. Al was jij er al mijn hele leven. Je hebt mij opzien groeien. Geen klein kind meer, zei je. Ik kon nu ook wijze woorden spreken. Je miste mijn moeder. Je beste vriendin zo ver over zee. Dat ze naar je toe zou komen, mocht ik niet vertellen. Ik had het wel gedaan als ik toen wist wat ik nu weet. Volgens de dokters had je nog een week. Maar je wilde nog zoveel doen. Ik hoorde je aan en dacht, ik geloof die dokters niet. Totdat je zei, mijn oor bloedt. Inderdaad, nog precies één week. Je beste vriendin, niet op tijd. Zoveel mensen op die zomerdag, jij had een prachtig afscheid. Als ik morgen niet meer opsta, als ik morgen niet meer adem, wees dan niet treurig, maar glimlach naar mij en strooi mij te rusten. Over zand, over zee. Pak mijn hand en bedenk dan nog één keer, wij waren zo goed met z'n twee. Wij hebben samen geleefd. De wereld draait door
draait maar door, door en door blijft maar draaien. Ik zit in de wachtkamer te graaien naar iets wat er nog niet is. Alweer onderweg naar morgen, de zorgen vullen mijn hoofd. Ik heb je nog steeds niet gevonden. Spoorloos ben je. Verder als nooit tevoren, omdat ik me niet kan concentreren op jouw komst. Ik kijk op de klok. Schuif heen en weer op mijn stoel. Het is 11:55. Is het vroeg? Of is het laat? Word een beetje ongeduldig. Ik moet opstaan. Ik bedoel, ik hou van Holland. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat ik hier weg moet. De wereld draait door. Draait maar door. Verliefd zijn is grenzeloos. Ik hoef het niet hier te vinden. Ik hoef me niet hier te binden. Pointless om dan hier te blijven, vind je ook niet? Als ik terugdenk aan wat liefde al met mij gedaan heeft, zijn het goede tijden en slechte tijden geweest. Begon het 1 jaar na de brugklas voor mij, dat iemand tegen mij zei, ik neem je mee. Ik was jong. Ik vond het spannend. Niet het mooiste meisje van de klas, dus dacht ik al snel, oké, waarom ook niet? Maar goed, we kwamen al snel aan bij het klokhuis en ik gooide je weg. En de dagen die wij hebben gelachen zijn toen omgezet in memories. En de wereld draait maar door en draait maar door. Ik werd ouder. De jaren gingen voorbij. En toen ging mijn telefoon. Is het oké? Wacht al eens. Dat is ook een televisieprogramma, toch? Ja. Ik werd ouder. De jaren gingen voorbij. Ik gaf de schuld aan de puberteit en wilde met 3 op reis, me, myself en I. Mezelf leren kennen. Wilde mezelf tegenkomen. Het voelde als ik 1 tegen 100 dromen die verspreid lagen over de hele wereld. Ik ging te land, ter zee en de lucht in om ze te vinden. Op zoek naar mij. Op zoek naar jou. Achter de voordeur werd ik per seconde wijzer. Ik zou je niet vinden, zolang ik mij niet heb. En mezelf was ik al een lange tijd verloren. Ik vergeet mezelf te voelen in mijn zoektocht naar jou. In de keuken was het altijd oorlog en mijn gedachten rammelt nog steeds. Ik kan je niet vinden, maar als je er bent, zal ik je vragen waar je al die tijd bent geweest. Ook al weet ik dat je pas komt als de tijd daar is, als het waar is, als het hier is, als ik mezelf het waard vind, als ik mijn hart heb, op de juiste plek voor mezelf, in mijn lichaam, als het goed zit, als de wereld nog doordraait. Ik zal luisteren naar je verhalen, over waar jij in al die jaren geweest bent. Kan zijn dat wat jij hebt meegemaakt meer voor mannen is, maar jouw blijk van interesse is waar vrouwen van houden, dus blijf mijn oren gespitst. Puur geluk zal het zijn. Als jij van mij, ik jou kan vertrouwen. Ik zal me de slimste mens voelen als ik weet hoe ik ons kan bouwen. Als ik weet dat van mezelf houden het zout is. Dat zonder dat het leven flauw is, smaakt naar niks. En dat van jou houden een luxe bijkomstigheid is. Ik wil jou wel, maar moet ook beseffen dat ik ook alleen door een vuurzee kan. Dat ik aan het eind van de dag jouw lippen kus en mijn hart. Eva zoekt niet meer naar Adam. Ik zit in de wachtkamer, rustig op een stoel. Ik hoef niet meer te gaan. Kijk op de klok. 11:55. De wereld draait door. Draait maar door, door en door. Blijft maar draaien en draaien. En ik weet het, het is nog niet te laat. Dankjewel. Dankjewel. Naomi, je krijgt van Wilma van de bibliotheek nog een boek. Het is Nederlands. En wat is het voor een fles? Van de kneep. Van de fles van de kneep, ja. Naomi, heel mooi. Ik mis de waku waku, maar dat... Wij gaan door, beste mensen. Naomi, ben jij ook nog ergens voor... Je hebt net een workshop gegeven. Als ja. Mensen nog een workshop van jou willen, waar ben je te boeken? Ja. Of via spokenagency.nl. Spoken? Spokenagency. Spokenagency.nl. En de schrijverscentrale, die vind je gewoon schrijverscentrale intikken. Dat was vroeger Stichting Schrijverschool Samenleving. Die hebben de naam veranderd in schrijverscentrale. Zit in Amsterdam. Ja. Ja. Heel goed. Nou, dankjewel. Wij gaan door met Geurt, Fransen en Ed van Alen.
Als ik jullie mag vragen hier te komen zitten. Dit is Ed. En dit is... al bij microfoon. Geurt is journalist. Jarenlang bij de Gelderlander gewerkt. Werkt nu voor zichzelf. Toch nog steeds een journalist, Geurt, en min of meer. En je hebt ook een uitgeverijtje. Heb je... Ja, dat klopt, ja. Ja, ik, als journalist doe ik vooral niet meer echt het journalistieke werk, maar ik schrijf twee keer een week een column en ik doe een historische rubriek en af en toe wat voor de vuist. Met die column nog steeds wel voor de Gelderlander? Ja. Dus toen je weg bent gegaan, heb je geëist, ik ga weg, maar dan moet ik wel een column. Ja, want... precies zo ging het, ja. In plaats van een gouden handdruk. Ja, het was een cobra handdruk. Ja. Ed, jij bent fotograaf? Ja, klopt. Ja. En, want jullie hebben samen dit boek gemaakt. Hè, prachtig boek. Dat in de pauze ook te kopen. Ze staat hier ook met de andere boek. Want je hebt heel veel andere boeken ook geproduceerd, uitgegeven. Hè, die er ook... Dat klopt, ja. Maar dit project, How Do, heet het project. Dat bestaat uit 5 boeken die tegelijk zijn verschenen 2 weken geleden. How Do Boek Smeer, How Do Kuik, How Do Graven. How Do Millen, St. Hubert en How Do St. Antonis. Ik kan het rijtje inmiddels... En de foto's die hierin staan, want dat zijn niet natuurlijk allemaal foto's van jou. Er staan heel veel oude foto's in. Die heb jij wel verzameld allemaal? Het zijn allemaal foto's van mij, zeker. Die je allemaal gemaakt hebt? Allemaal gemaakt. Ongelooflijk. 35 jaar lang foto's gemaakt en allemaal gedigitaliseerd. De afgelopen 10 jaar vanaf 2012. Ja. En die heb ik echt allemaal gemaakt, ja. Oh, want toen ik het boek aan het doornemen was, dacht ik van, dat kan nooit. Maar dat was, ja, niet omdat er fantastische foto's staan, maar omdat ik dacht, ja, maar zoveel foto's krijg je niet bij elkaar over zo'n lange periode. Ja, ik heb dus al die tijd ook voor de krant gewerkt, net zoals Geurt. Ook voor de Gelderlander? Ook voor de Gelderlander. En daar heb ik een archief van opgebouwd en dat is dus nu gedigitaliseerd, zeg ik al. Ja. En daar kunnen we het nou heel erg goed uit putten. En dat geldt ook voor die 4 andere boeken die uitgegeven zijn? Ook allemaal. Ja. Fantastisch. Dat is fantastisch. Dank je wel. Want wat doe je nu dan voor de kost? Nog steeds als fotograaf, ook voor de krant. Komt net van de Sinterklaas intocht af en inmiddels bijvoorbeeld. Ja. Overigens werd er net, dat zie ik zelf een beetje. Ik snap die titel wel, How Do Boek Smeer, et cetera. Maar die kernen, die blijven natuurlijk wel bestaan, hè? Zeker. Kijk, want Geurt, jij blijft wel iemand uit Boek Smeer. Ja, ik hoorde straks tot mijn schrik dat ik ineens geen Boek Smeer zou schrijven. Ja. Maar, ik heb altijd wel al een landelijk kuiken nagevoeld. Ja? Ja. Jij bent een grenzeloos iemand. Ah, ja, juist. Ik ben een grenzeloos iemand. Ja. Ik ben ook met iemand van over de Maas getrouwd en dat helpt ook heel goed. Ja. Nou ja, ik zelf ben 2 jaar terug benoemd tot ereburger van Labeek. En dat is ook weer zo'n fusiegemeente, hè? Ja, Aalrichs, ja. Lieshout, Beek en Donk en Mariehout. Ik heb zelf toen nog de naam Bavaria City voorgesteld, dat is niet geworden. Maar ik was liever ereburger van Aalrichs geweest, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik heb dat nog wel, hoewel ik dus ook met iemand anders, niet uit Aalrichs getrouwd ben, iemand uit Vlierde, van bij Deurne. Maar jij hebt dat dus wel. Jij vindt Boek Smeer niet per se jouw dorp. Ja, goed, ik ben er geboren en getogen. Maar ik weet niet als weer. Maar goed, ik ben nuchter genoeg om te zien en te beseffen dat die andere dorpen die zijn allemaal net zo leuk en net zo spannend. Dat maakt niet zo heel veel uit. Nee. Oké. Waar kom jij vandaan? Hè? Ik kom uit Nijmegen geboren. Ja. Wat zei je? En ik woon in de Oefeld. Oh, je woont in de Oefeld? Ja. Waar Jos ook woont. Waar Jos ook woont. Ja. Oh, dat is een ander verhaal. Een ander verhaal. Ja. 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 En met heel veel plezier ook. Ja. Maar je bent in Nijmegen geboren? Ja. Hey, en jullie zijn op het idee gekomen natuurlijk omdat die fusie eraan komt. Klopt, ja. Ongeveer 2 jaar geleden werd duidelijk dat in ieder geval 4 gemeentes die stap gingen zetten. Ja, Graven en Mil die aarzelden aanvangen. Ja, vooral Graven die aarzelden heel lang. Dus wij gingen toen ik Ed trof en ik hoorde dat hij al zijn negatieve had gedigitaliseerd. Toen dacht ik, wow, nou hebben we een rijke bron. Want kijk, in die negatieve kun je niet snuffelen, kun je niet zoeken. Maar digitaal kun je natuurlijk heel veel zoeken. Hij had toen... En toen kwam op het idee om daar 4 boeken van te maken. Eerst Graven was er nog niet bij. En toen bracht hij bij mij een harde schijf en ik maakte die open. Er zaten 800.000 bestanden in. Ja. Toen dacht ik, ja, dat weet ik ook niet.
Dat zijn veel, 800. Ja, misschien ja. Was het, hè? Dat zijn natuurlijk niet 800.000 items, maar ja, vroeger klikte je dan knipte hij zo'n heel rolletje voor bij één Sinterklaas in. Want hoe heb je uiteindelijk, als het nou een box meer gaat, dan die selectie gemaakt? Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, ik heb dus die harde schijf afgeleverd aan Geurt. En Geurt is vervolgens zelf gaan bladeren van wat hij interessant vond. Want het is 1986 tot 2021. Ja. Die periode hebben jullie bewust gekozen. Ja, om twee redenen. Eén, omdat Ed in 86 is begonnen. Want het is ook een soort overzicht van Ed zijn werk. En twee, omdat ik het zelf interessant vind, omdat we die eeuwwisseling hebben gehad. En er was het, dus dat tijdsgevricht is gewoon heel interessant om te zien. Vooral die laatste decennia van de vorige eeuw was heel erg van bouwen. En we gaan ons ontwikkelen en we gaan naar die nieuwe eeuw toe. En dan ben je over die eeuw heen en dan blijkt het allemaal ook niet zo heel gemakkelijk te zijn. Want ja goed, we zitten midden in een pandemie. Maar er waren allerlei dingen die het veel moeilijker maakten. En dat, ik denk dat dat wel een beetje door het boek heen zijpt. Door de boeken heen zijpt. Ja. Zie je ook wel, jij weet dat. Als journalist, als fotograaf natuurlijk heel sterk, dat er in die 40 jaar enorm veel veranderd is. Soms als je foto's ziet van die erin staan, denk je, ja, dit moet een eeuw geleden zijn ongeveer. Dat er zoveel veranderd is. Ja, dat kun je ook zien. Ik heb één zwart-wit foto, die had ik meegenomen. Die zit straks in de dia-serie die straks draait. Van twee mannetjes, die meneer Van Os en meneer Jacobs, volgens mij. Die echt als een oude... Die foto van die visser. Ja. Geweldig foto. Ja. Maar als je die nodig hebt, van ja, wat is dat dus 20 jaar geleden, of zoveel jaar geleden, weet je wel? Ja. Dat is leuk. En, maar je ziet hen dan staan, één met de visgroei en alle met zijn koffertje met visspullen erin. Ja. En die zijn er vanaf het begin bij geweest bij die visclub. Ja. Heb je die mensen ook nog nagetrokken, leven ze nog? Of? Dat nee, weet je niet. Dat weet ik niet meer. Nee. Interesseert je ook wel. Nou ja, ik zal een boek kunnen krijgen misschien, of kunnen kopen. Nee, maar dan was ik dan ook nog wel benieuwd naar, want het is een fantastische foto. Als je die twee naast elkaar ziet staan, dat zou inderdaad tegenwoordig niet meer... Nee. Zo zouden ze nooit meer op de foto gaan. En ook de ene heeft dan een stropdas om en een vestje en de andere een dikke jas aan. Het is een alpino pet, het is echt af. Jullie staan er straks, maar de winkelboeken zijn ook via Van Dinter de boekhandel te kopen en in andere plaatsen in de boekhandel? In de Graven, Middelkuik, Boeksmeer en de winkels, ja. En wat is de prijs van de boek? €24,95. Dat is niet heel veel voor zo'n fotoboek. Nee. Ja, precies. Ja, het is echt prachtig. Is er nog een moment waarop ze alle vijf gepresenteerd worden, of is dat al gebeurd? Nou, dat hadden we op 31 oktober gepland, maar toen kwam corona heel erg dichtbij. Hoezo corona heel dichtbij? Afgelopen 31 oktober? Ja, omdat ik het kreeg. Oh. Dat is redelijk dichtbij, toch? Kijk hoe lang dat er geleden is. En ik heb die 10 vaccinaties van jou ook gehad. Maar, daarvoor al? Ja. Heb je er flink last van gehad? Ja, dat viel tegen. Ja. Dus ik dacht wel toen ik in het ziekbed lag, oh, als ik nou die spuitjes niet had gehad, waar had ik dan nou gelegen? Ja. Onder de zolen. Ja. Oh, die stappen, ik ging nog alleen van de IC uit, maar jij ging al de stappen. Als ik er zo bekijk, dan... Maar goed, ik heb het overleefd, maar we hebben toen ook, omdat het in een kleine ruimte was, 120 mensen, hebben gezegd, we gaan het niet doen. Want ze mochten het ook zonder mij presenteren, maar... Ja. Want even voor de goede orde, die vier andere boeken, die zijn, de foto's zijn van Ed, maar de teksten van de vier andere boeken zijn van Henk Baltse, heeft zijn Tunnis gemaakt, Joost Ariaans Graven, en René Megens heeft Kuik en Mellens natuurlijk gemaakt. Want de fusie vindt plaats op 1 januari. Ja, klopt. Ja, dan krijgen we ook nog een andere dwaze fusie op 1 januari, want dan gaat Uden en Schaik, et cetera, en Landert, die gaan uiteindelijk op in Maashorst worden die. Maashorst, en dan komen we nog uit de 350 gemeentes in Nederland, worden er helaas steeds minder. Maar dat is misschien ook nog een mooi moment, 1 januari, om dan zo'n presentatie te doen. Of doen jullie dat niet meer? Moet ik even met Geur overleggen nog? Oh, ik hoor net dat er nog met mij overlegd wordt. Oh, ja. Maar zelf hadden we dat idee nog niet gehad, Wim. Nee. Maar wie weet. Ed, wil je nog iets speciaals over het boek zeggen waarvan je zegt, nou dat wil ik wel graag kwijt nog aan de mensen? Nou, dat het vooral echt hele mooie foto's zijn en echt ook mooi beschreven door de mensen die het boek gemaakt hebben. Het is echt een tijdsdocument van de afgelopen 35 jaar. Ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 63. Ja. En je bent niet als fotograaf geboren, maar het scheelt in jouw geval nog niet heel veel. Nee, ik heb het wel heel goed bij mee begonnen, ja. Ja.
Want ik heb zelf voor Omroep Max zo'n programma gemaakt, Nederland op film. Dat ging over mensen die amateurfilms maakten. Ja. Was jij iemand die thuis al opgroeide met de camera? Ik heb thuis al heel veel camera gekregen. Ik heb ook een cursus gedaan in Nijmegen aan de Lindenberg. Met Jan van Tevelen, een bekende Nijmeegse fotograaf. Die heeft mij de eerste vlam heeft hij aangestoken bij mij. Zeg maar. Ja, en toen jij van de middelbare school kwam, wat ging je toen doen? De MTS-fotografie heb ik gedaan. Oh ja, ja, ja. Ja. Ja, dus dat zat er echt in. Ja. Ja, ja, ja. Heb je nu je camera ook bij je? Ik heb in de auto liggen, ik heb niet bij me. Ja, hier mijn telefoon, maar dat is geen camera. Jij hebt mijn auto durf te laten liggen? Ja, hier in het dorp wel. Hier in het dorp, ja. Dat vind ik goed. Ik denk dat het anders zou zijn als je zegt hier in Land van Kuik. Dat zou ik niet doen, maar je. Helemaal goed, Tim. Jullie staan zo meteen in de pauze achter stand met alle boeken. Hè? Ja. Ja. En ze liggen dus in de boekhandel. Ja, zeker. Ja. Ja. Een fantastisch boek. Dankjewel. Dankjewel. Jullie krijgen ook iets, hè? Ja. De meeste mensen die zo'n fles wijn of iets krijgen, die gaan dan thuis heel snel naar de telefoon kijken hoe duur die fles eigenlijk is. Dat valt dan heel erg vaak tegen. €4,50, weet je wel. Ik denk dat deed ook niet veel meer. Maar goed, wij gaan naar, even kijken, we gaan naar Dirk. Dirk, als je hier, Dirk. Dirk is. Je gaat je iets voorlezen, Dirk, of niet? Ga je iets voorlezen? Nee, kom hier even eerst even zitten. Ja. Ja. Dirk die, is leesconsulent bij de bibliotheek hier, Dirk. Hè? Ja. Wat doe je als leesconsulent? Want het gaat erom, stel ik me zo voor, dat je mensen probeert aan te sporen tot lezen. Ja, hallo. Nou, eigenlijk wat ik eigenlijk doe is, het komt neer mijn werk op niet zozeer het stimuleren van lezen, maar het stimuleren van het plezier in lezen. Dus proberen boeken dicht bij jongeren te brengen. Dan in een leeftijd van 6 tot 15 ongeveer. En dan probeer ik eigenlijk aansluiting te vinden bij de jongeren en daar een goed boek, een goed verhaal bij te vinden. En op die manier te zorgen dat de kinderen het leuk vinden om te lezen en meer gaan lezen. En zo dus beter worden in lezen en het leuker vinden om te lezen en meer gaan lezen. Ja. En hoe word je leesconsulent? Nou, ik heb literatuur gestudeerd. En toen wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik ermee wilde gaan doen. Want je kan je voorstellen, er is niet zo heel veel werk in. Per se. En toen kwam ik deze vacature tegen. En toen dacht ik, dit is eigenlijk wat ik wil doen. Omdat ik zelf, toen ik op de middelbare school zat, is mijn leesplezier vakkundig uitgemoord door mijn leraar in Nederlands. Ja? En toen ben ik daarna eigenlijk pas weer gaan lezen. En toen... Op welke school heb je gezeten? Het Dr. Knippenberg College. Dat is een school in Helmond. Het wisselt heel sterk, moet ik zeggen. Ik heb zelf in Helmond ook op de middelbare school gezeten, op Carolus. En ik had daar Harm Savenay als docent Nederlands. Ik heb zoveel aan die man te danken. Dat was een geweldige docent Nederlands. Die las in feite ook alleen voor. Uit boeken van Anton Koolhaas, die schreef dierenverhalen. Ik was helemaal weg van hoe die man voorlas en van wat hij voorlas. Dus het is niet per se zo natuurlijk. Kijk, ik heb zelf de indruk toch dat docenten wel goed hun best doen. De mijne niet, maar... Wie was dat? Ik had meneer Liebrechts, maar ik weet zijn voornaam niet. Maar dat was een... Nee, maar die zat al tegen zijn pensioen aan en dat was... Dat zegt niks, hè? Nee, maar... In dit geval was het relevant. Hey, maar Karel van Soest zit ook tegen zijn pensioen aan. Echt een goede burgemeester. Ja, nee, zeker. Nee, maar zeg maar, wat de kern is dat je iemand hebt gehad die het lezen voor jou dichtbij gebracht heeft en die jou zeg maar, gestimuleerd heeft en daar heeft jou gebracht waar je bent natuurlijk nu. Ja, ja. En dat is iets waar ik ambieer. Zeg maar. Ja. Dat is wel een leesconsulent. Ja. En je hebt literatuur gestudeerd aan de Universiteit in Nijmegen dan? In Utrecht, ja. En je hebt ook een boek meegebracht, Katvis. En dat... Wat is dat voor boek? Het is een boek is eigenlijk beschikbaar gesteld door de Stichting Nederland Leest voor alle brugklassers in het land van Kuik eigenlijk. Ja. En al die leerlingen lezen het boek, die hebben een aantal lessen over het boek en die gaan op die manier... Je krijgt het boek een soort van collectieve ervaring. Dus iedereen leest het boek en je gaat praten over het boek, je gaat het zeg maar, een beetje toepassen bijna.
En zo samen het boek beleven. Ja. En waar gaat het boek over? Het gaat over een jongen die een vriend heeft, eigenlijk op internet. Hij kent hem verder niet en ze appen iedere dag even via een mobiele telefoon. Maar dan hoort hij dat de andere jongen zijn mobiele telefoon stuk is of kwijtraakt, ik weet eigenlijk niet precies meer. En dan besluit hij om een oude mobiele telefoon te gaan brengen, zodat ze toch kunnen blijven appen en toch samen kunnen, contact kunnen houden. Maar die jongen woont in Brussel. En de hoofdpersoon is eigenlijk helemaal niet zo'n dappere jongen. Hij vindt het allemaal een beetje spannend, maar hij denkt, ja, ik wil toch eigenlijk contact behouden met die jongen. Dus hij trekt de stoutschoenen aan en hij stapt in de trein. En dan lopen dingen toch anders, want dan blijkt zijn vriend niet helemaal een vriend te zijn. En komt er nog een crimineel circuit aan te pas en loopt alles toch nog met een sisser af. Ja. En zo iemand die dan zich op chat Tarzan noemt en dat blijkt dan een onmogelijk klein ventje te zijn. Ja, bijvoorbeeld. Nou, ongeveer. In dit geval is het een jongen, het blijkt een meisje te zijn, dus dat is ook al... Je gaat nog een stuk voorlezen ook nog? Of dat was niet bedoeld? Ik had één alinea, een soort van, ik dacht als ik nou iets voor moet lezen, dan heb ik een... stukje. Nee, maar hoeft niet. Nee. Heeft er iemand een vraag aan Dirk over een leesconsulent zijn of over dit boek? Hoe breng je het in de praktijk? Is het op de bibliotheek of is het bij mensen thuis? Hoe kom je in contact met jou? Het is een beetje een rare vraag, hoe breng je het in de praktijk? Maar goed. Het leesconsulentschap? Ik ga naar scholen. Ik ga er zijn een aantal projecten of een aantal lessen eigenlijk. En ik ga gewoon naar scholen toe om daar in de klas aan de gang te gaan. En bij één project ga ik met kinderen één op één zitten en hebben we een gesprekje over het boek wat ze aan het lezen zijn. Ze moeten 10 weken lang thuis voorlezen, een kwartiertje per dag en dan 4 dagen in de week. En dan hebben we een gesprekje over hoe het lezen gaat, of vind je het leuk aan het verhaal, of vind je het niet leuk. Vond je het voorlezen leuk? Ja. En zijn dat dan brugklassen altijd waar je naartoe gaat? Nee, dit specifieke project is op de basisschool. Dus dit is groep 6 naar groep 5 tot groep 8. Ja. En merk je zelf een verschil? Want je zegt zelf, nou, op de middelbare school, daar is lezen eigenlijk een beetje gaan tegenstaan door die docent. Ik bedoel, zie je een verschil in beleving van lezen naarmate kinderen ouder worden? Het wordt vaak wel gezegd dat ze dan meer afstand tot... het verhaal krijgen. Ja, nou een beetje al. BiblioPlus heeft dus een enquête gehouden en die willen ze volgend jaar weer opnieuw doen, geloof ik. Maar ze hebben kinderen gevraagd, maar vind je lezen leuk? En dan zegt in groep 8 eigenlijk 2/3 van de kinderen ja. En in de eerste klas nog maar 1/3 van de kinderen. Dus 1/3 van de kinderen valt daar een beetje in één. In de brugklas? Ja. Valt in dat ene jaar valt dus 1/3 weg. En dat is een beetje de vraag hoe dat dan precies komt. Ja. Maar, misschien toch ook door andere interesses die je hier... Ja, en Netflix en er zijn natuurlijk allerlei concurrerende... Ja. En dat begrijp ik ook wel. Andere vragen nog aan Dirk? Nee? Wat is je favoriete literatuur zelf, Dirk, afgezien van de boeken van Wim Daan? Ja. Ik zou wel zeggen, ik ben een grote fan. Ik ken die hele oeuvre natuurlijk, maar ik vind wel, ik mag je graag en ik vind je dingen... Nou, ik vind... Maar die komt natuurlijk uit de buurt, dat scheelt natuurlijk uit. Schept een band. Ik ben nooit helemaal onder van het jaar geweest, zonder ooit te hebben gewoond. Ja, precies. Nou, dus zo erg houden we allemaal van jou. Ja, maar Alex is gewoon een stukje hand ook eigenlijk, toch? Ja, wij hadden wel ooit een actiegroep Ale Blie. Ja, dat weet ik. Maar wat is je favoriete literatuur, Dirk? Ik vind W.F. Hermans heel cool, maar eigenlijk vind ik wie? W.F. Hermans. Ja, W.F. Hermans. Je kent hem wel misschien. Ja, zeker. Ja, wonderprofessoren, Fons Hoest. Donkere Kamer. Donkere Kamer. Maar dat lijkt me nou net iets waarvan je zegt, als een docent op de middelbare school daarmee komt aanzetten, dan haak ik af. Ja, nou, je vroeg wat ik leuk vond en dat vind ik leuk. Maar met dingen als Jan Kramer en zo, daar kan je natuurlijk beter mee aankomen. Dat vinden de kinderen natuurlijk wel spannender. Ja, is dat zo? Ja. Nou, zelfs ouders die, ik heb in de boekhandel gewerkt in Blauwe Maandag en toen heb ik een keer een jonge Ik Jan Kramer meegegeven. Kennen jullie Ik Jan Kramer? Toen is de moeder het terugkomen brengen omdat ze het toch een beetje vulgair vond en dat vond ik wel interessant. Ja, Jan Kramer, die maakte natuurlijk wel fantastisch, want die schreef op dat boek een onverbiddelijke bestseller, maar voordat het uitkwam. Ja. Maar ik weet nog dat bij ons thuis in 1965 kwam mijn oudste broer, wij hadden thuis geen boeken, maar mijn oudste broer die had tegen zijn moeder gezegd, ik zou graag gesponnen suiker van Jan Wolkers willen hebben. Ja?
En dat ging mijn broer halen bij boekhandel Verhagen de Rijt in Helmond met de bus. Ja? En toen had ze dus dat boek daar. En die boekhandelaar die snapte er helemaal niks van. Dus moeder een boek kwam halen van Jan Wolkers. En die wist ook nog, ze moet nog met de bus terug. Ja? En toen vroeg hij aan zijn moeder, zal ik het dubbel inpakken? Ja, dat begrijp ik wel. Dirk, ik dank je zeer. Ja, nee, graag gedaan. Ja. Ik denk dat je echt een heel belangrijke functie hebt. Dat vind ik echt serieus. Dat vind ik ook. Ja. Ik heb er heel veel plezier in. Ik hoop dat het honorarium er ook naar is. Ja, dan word je klaar. Ja, heel goed. Maar dat flesje wijn, die longt wel. Als jij dat even op de telefoon opzoekt, hoe duur dat is, hè? Ja, dank u. Dank je wel. Dirk van Hout. Ik ga naar Marek toe. Marek, als je hier wilt komen zitten. Marek, ik denk dat je achternaam Ebongui is. Ebongui, zeg ik dat goed? Ja. Ja. Ik geef je hier de microfoon. Marek, die... schrijf, ik ga zitten, Marek. Schrijf jezelf ook? Ja, precies. Hè? Ja. Ja. Marek komt uit Congo, daar ben je geboren, hè? Ja. Ja, moet je de microfoon hoog houden, ja. En jij bent al in Congo en geïnteresseerd geraakt in de faal door je oma, zeg ik dat zo goed? Ja, precies. Wat deed je oma dan? Mijn oma schrijft verschillende verhaaltjes, gedichten, fabels over verschillende dieren. Bijvoorbeeld slak, het varken, giraffe, olifant. Afgezien van die slak ben je bijna aan de Big Five. Ja. Maar waarom de slak? Heb je in Congo veel slak? Ja. Of slangen? Slak of slak? Slak. Ja. Okay. En slang ook. Ja. En, maar jij gebruikt specifiek ook het woordje fabel, hè? Dus, wat is voor jou de definitie van een fabel? Wat vind jij, wat versta je onder een fabel? Ik heb bij mijn oma, toen ik ben bij mijn oma geweest, ik heb geleerd dat de fabel gaat over het leven, gaat over, leert ons bijvoorbeeld als hoe je in de maatschappij kunnen wonen. Ja. En met bijvoorbeeld een relatie met iedereen om te uithouden. Ja, en fabel heel belangrijk is om te leren, om kennis te verbeteren. Of, ja. Door de fabel leerde ik Franse taal en ook in Engels toen ik ben bij mijn oma geweest. De Franse taal en Engels leerde je daar? Ja, mijn eerste taal Lingala is. In Congo spreken wij Lingala. Ja? Praten wij Lingala, ja. Ja. Dat is je moedertaal? Ja. En leerde je daar op school meteen Frans ook? Of heb je dat echt van je oma al leren? Nee, ik leer Frans op school en thuis ook bij mijn oma. Ja. En want je spreekt over je oma en niet over je vader en moeder, die waren er niet of? Mijn moeder en vader dood zijn. Ik ben alleen bij mijn oma geweest. Die waren vroeg overleden? Ja, vroeg overleden. Door oorlogsverwikkeling of door een ziekte? Nee, ik denk voordat ik. Ik denk heel lang geleden. Voordat ik klein was, mijn vaders zijn dood, ja. Overleden. Waardoor zijn ze overleden, weet je dat? Nee, ik weet niet precies. Nee. En dan ben je bij je oma opgevoed? Ja. 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 Uiteindelijk ben je uit Congo weggegaan? Ja. Ja. Dat was uit vrije wil of moest je weg? Ja, moest ik weg, omdat het was niet makkelijk om mij daar te wonen, te blijven. En moest ik heel veel vluchten. Naar andere Congo, omdat we in Afrika twee Congo hebben. Congo-Brazzaville en Congo-Kinshasa. Ja. Ja, toen ik en jij komt uit Congo? Congo-Brazzaville. Ja. Ja. Toen moest ik naar andere Congo vluchten. En waarom moest? Omdat er oorlogsverwikkelingen waren? Nee, omdat het gevaarlijk voor mij was.
zodat sommige mensen wilden mij te doden. Maar waarom? Omdat ik ging met iemand, met een soort van vriend om. En daarom een van mijn vrienden, moet ik zeggen dat de mensen heeft tegen ons gezegd dat eens van mijn vriend iemand vermoorden. Iemand vermoorden, toen ze wilden ook mij kwaad doen. Ja, maar ja. Bedoel, had je met die vriend een homoseksuele relatie of dat niet? Nee, is een vriend. Ja, 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 ja. Homoseksuele relatie is ook een vriend, hè? Nee, maar ik bedoel, die vriend die leek bedreigd te worden en daardoor leek jij ook bedreigd te worden. Ja, ja, ja. Precies. Ja. En toen ben je naar ander Congo gegaan. Ja. En Congo Kinshasa. Ja. En van daaruit ben je daar op een gegeven moment ook weggegaan. Ja. Vandaan ontmoette ik een mevrouw die in, ik denk misschien in Frankrijk woonde. En heeft tegen mij gezegd dat ik kon niet daar blijven. Omdat het is heel gevaarlijk voor mij. Omdat de mensen die in Congo, Kinshasa wonen, ze zijn niet goed. Mm-hmm. Ze houden niet van de mensen die uit Congo, Brazzaville komen vandaan. Ja. Ze hebben niet een goede relatie. Mm-hmm. Zo moet ik veel van Congo, Kinshasa ook vluchten. Ja. Ja. En toen ben je naar Frankrijk gevlucht in eerste instantie? Nee. Of rechtstreeks naar Overloon? Ik weet niet precies. Ik weet niet precies in welk land ik kwam, omdat het was voor mij de eerste keer in Europa. Ik wist niet precies. Maar toen moest ik naar Ter Apel te gaan. Ter Apel. Om asiel te vragen. En vanuit Ter Apel ben je in Overloon terecht? Ja. 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 Maar eerst even nog over die vlucht. Hoe ging die vlucht? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het was niet makkelijk, maar het was met vliegtuig. We moesten met het vliegtuig van Congo-Kinshasa naar Europa te komen. Ja. Maar een vliegtuig, je hoeft zelfs niet te sturen. Ja. Ja. Nee, maar bedoel... Nee, maar je bent niet over land gevlucht. Je bent gewoon in... Nee, gewoon, ik wil niet het woordje gewoon zeggen, maar je bent in een vliegtuig gestapt. Ja. Ja. Maar hoe kun je dan vluchten via een vliegtuig? Want dat moet dan toch georganiseerd worden. Ja, maar de mevrouw die in Europa woonde, heeft tegen mij gezegd dat ze hem mee helpen om mij in Europa te brengen. Ja. Ja, zo... Ja. Ja. En ben je vanuit Ter Apel ben je uiteindelijk in Overloon terechtgekomen? Ja. Naar Overloon, naar Almelo. En daarna moest ik naar Almere verhuizen. Daar zit je nu nog steeds, ja. Hè? Ja. En ik heb ook begrepen dat je uit Overloon weg moest omdat daar problemen waren. Niet door jou veroorzaakt, maar wel door anderen ook. Ja, precies. Ja. Ja. Het was niet makkelijk in Overloon te wonen, omdat... verschillende mensen komen uit verschillende landen met hun eigen gedrag en met hun eigen cultuur. Sommige mensen de dingen stelen, pakken iets van de winkels. En ja, het was niet makkelijk. En sommige tijdens de nacht sliepen nooit. En voor mij ook, het was niet makkelijk om bijvoorbeeld in Nederlands te leren. Omdat ik hou van Nederlands. Ik wil mijn Nederlands verbeteren. En ik kon niet praten of iets doen. En zo dacht ik dat het was ook een goede beslissing. Ja, om, het was daar te onrustig voor je om daar gewoon datgene wat je wilde te realiseren. Ja. 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 En nu zit je in Almere. Ja. Is dat beter? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ja. is beter, omdat is de rustige plek. Kan ik, je zit nu nog in een asielzoekerscentrum in Almere? Ja, maar straks ik ga naar Amsterdam verhuizen. Omdat hier de... Straks, dat klinkt alsof dat vanmiddag 5 uur is, maar dat... Misschien in 1 maand. Oké, okay. Ja. Ik heb... ik heb net status gekregen. Ja, ja, ja.
Want hoe lang ben je nu, Mark, hier in Nederland in totaal? Bij de 3 jaar. En 3 jaar, ja, ja. En je hebt 2 mensen bij je, die één man die een beetje je begeleidt, heb ik begrepen. Ja. Dus dat zei hij zelf, of is dat gewoon overdreven? Meneer Henk? Wat zeg je? Meneer Henk? Zeg je meneer Henk? Ja. Hey, meneer Henk. Klinkt. Hij mag Henk zeggen, maar hij zegt altijd. Ah ja, maar goed dat je geen oom zegt, dat vind ik helemaal erg. Maar, wat denk je van het Nederlands zelf toch gisteravond? Ja, als je Ingeborg bent, dan moet je wel iets over, je wel een mening over hebben. Nee, maar wat jij houdt van, zijn er specifieke dingen hier in Nederland waarvan je zegt, ja, daar gaat mijn interesse uit. Naar schrijven, ja. Naar lezen ook misschien, hè? Ja. Voetbal minder? Maar hoe kan gerust? Ja, voetbal ook. Ja. Maar ik wil graag in de toekomst en ook tolk worden. Tolk? Ja. En dan tolk en Frans? Frans, Engels. En nu ben ik met Arabisch en Chinees bezig. Zo. Ja. Maar fijn, hij gaat nu een stukje in het Chinees voorlezen. Hey, maar even over je moedertaal, hè. Zeg nog de naam van die taal. Lingala. Lingala. Ja. Ja. En hoeveel mensen spreken dat in Congo? Is dat de taal van Congo? Nee, hè? Er zijn heel veel talen in Congo, hè? Ja, is één van de talen, ja. Van Congo. Ja. In Congo Brazzaville en ook Congo Kinshasa. Ja. Heb je nog contact met het thuisfront? Met je oma bijvoorbeeld? Nog niet. Maar je oma leeft nog wel? Ja. Je belt haar toch wel? Ja, want jullie staan voortdurend te bellen bij die asielzoekerscentrum. Ja. Klopt toch? Ja. Nee. Maar jij hebt nog wel contact met haar. Ja. Hoe oud is zij? Ik denk bijna 70. Daar ben ik ook. Niet uit. Karel, hoe oud ben jij? Ja, is de burgemeester van Boksmeer. Die is ook 70. Jij hebt de fabel wat je hierbij hebt. Ja. Zijn dat teksten die je zelf geschreven hebt? Ja, meneer Henk heeft mij geholpen. Wie, meneer Henk? Daar. In Engels, in het Nederlands. Het zit in het Nederlands. Is een fabel. De fabel gaat over het varken, de giraffe en olifant. Niet over de slak? Nee. De slak is één van de fabels. Okay, ja. En Mark, het is de bedoeling dat jij uiteindelijk daar ook een boek van maakt, hè? Ja, ik ben Roos van Riet met de tekening bezig. En heb je ook al een uitgever? Want ik heb net hier iemand aan de tafel gehad. Ja. Die geeft boeken uit. Ja. Heb je al een uitgever? Nog niet. Nee. Ja. Nee, dat misschien is toch een idee. Waar zit je? Kom, ja, dus met die man moet je in de gaten houden. Okay. Meer nog, denk ik, dan meneer Henk. Ja. Maar wil je een stukje voorlezen of zeg je nee, ik laat het hierbij? Wie voorlezen? Ja? Ja. Welk? Deze fabel? Ja. Het is 1 pagina? Ja, alleen 1 pagina. Ja, heel goed. Je mag daar staan, maar je mag ook hier blijven zitten. Daar. Heel goed. Ik ga jullie het laatste stukje vertellen van de fabel. Van het varken, de giraf en de olifant. Dirty Nose, het varken. Woonde in een mooi huis, toch was hij niet gelukkig. Hij voelde zich erg eenzaam. Op een dag ontmoette hij meneer Giraf en Biggie Olifant. De giraf en de olifant voelden zich ook alleen. Op verzoek van Dirty Nose gingen zij toen in zijn huis wonen. Ze hadden een geweldige tijd samen, toch misten ze nog iets. Dirty Nose had lange tijd geen modderbad kunnen nemen.
Mr. Giraffe had pijn aan zijn nek, omdat hij altijd met zijn nek naar beneden moest lopen. En Biggie Olifant kon zich nauwelijks bewegen, omdat hij bang was dat hij de muren omver zou duwen. Op een gegeven moment kon Mr. Giraffe het niet meer uithouden. Hij moest zijn nek een beetje ontspannen. Hij strekte zijn nek uit en boem! Hij raakte het dak van het huis, het dak vloog van het huis af. dit maakte Dirty Nose nerveus. Hij moest niezen. Eat shit! En opnieuw niezen. Eat shit! En de modder uit zijn neusgaten viel op de vloer. Toen begon het te regenen. Dirty Nose kon de verleiding niet weerstaan. Hij ging liggen en nam een eerlijk modderbad. Biggie Olifant kleed weg in de modder en in zijn val duwde hij een van de muren omver. Van het huis was toen niet veel meer over. Verdrietig keken ze alle drie naar het verwoeste huis. Maar ze gingen niet bij de pakken neer te zitten. Samen bedachten ze toen een nieuw, geweldig mooi plan. Ze bouwden een mooi nieuw huis. Iedereen gebruikte daarbij zijn eigen kwaliteiten. De giraffen hadden enkele takken boven uit de bomen. De olifant duwde een aantal bomen om voor een paar mooie boomstammen. En het varken deed het groen werk. En op deze manier bouwden ze samen een groot en stevig huis. Een huis waar Mr. Giraffe zijn nek kon strekken. Waar Biggie Olifant tegen de muren kon scheuren. En waar Dirty Nose een bad kon nemen. De moraal van dit verhaal is okokiko kutana na bato bisika nyoso epi baninga okokiko sala na bango bisika nyoso. Tu peux te faire des amis partout, and in Netherlands is je kunt overal vrienden maken, ook al zijn ze heel anders. Door samen te werken kunnen we mooie dingen maken. En als we maar in elke rekening houden, kunnen we in vrijheid leven. Wow. Ik denk wel dat bij dat boek ook een videoclip komt. Ik ga Marco, zet je Marco van de Plassen, Marco. Marco. Marco, jij bent degene van de haiku's, hè? Ja, onder andere. Ja, en er is een wedstrijd, of wedstrijd is misschien niet het goede woord, maar wethouders hebben haiku's geschreven. Ja. Vertel even hoe het gaat. In het kader van het feit dat het één gemeente gaat worden, je weet het nu, hè, van vijf gemeentes gaan over in één. Zijn er twee vaste onderdelen en dit is er eentje van, dat de wethouders op voorhand al een haiku, wat het ook is, ik zal het zo meteen proberen uit te leggen, zouden maken. Die zouden ze naar mij opsturen. Ze hadden er allerlei kleine richtlijnen bij gekregen vanwege het feit dat ze soms niet weten hoe een haiku eruit ziet.
En ja, op die manier heb ik dus, hebben ze twee haiku's gemaakt over een plek in hun gemeente. Ja, leg even, want je zegt, sommige mensen weten niet hoe een haiku eruit ziet. Leg even voor de duidelijkheid uit wat een haiku is, want als zij denken, ik weet echt wat een koe is. Ja, daarom, dat gaat altijd, hè? Haiku. Het is ook in ieder geval een Japanse versvorm. Waarin de natuur centraal staat. Het moet een natuurervaring zijn, een persoonlijke natuurervaring. Je moet er door geraakt worden op een of andere manier. Dan kun je er ook over schrijven, beter over schrijven. En een van de grote kenmerken is, want die kennen de meesten wel, dat is het dat er drie regeltjes zijn van 5 lettergrepen, van 7 lettergrepen en van 5 lettergrepen. Dan heb je de basis. Maar er zijn nog heel veel andere regeltjes, die hebben de wethouders ook wel bijgekregen. Maar ik heb gezegd, nou probeer je eerst eens aan die dingen te houden, want dat is moeilijk genoeg al. Ja, maar mochten ze daar niet op variëren, bijvoorbeeld dat het over de natuur mocht gaan, ik kan me dan voorstellen dat ze zeggen, ik wil het liever over Boksmeer hebben. Dat zou kunnen, maar dan heet het geen haiku meer, Wim. Dan is het een zenryu bijvoorbeeld, of iets. Een zenryu. Ga maar door. Of een tanka, de opdracht was dat ze echt een haiku moesten maken. En dat is ook de kunst ervan. Op de scholen wordt er heel veel gebruik gemaakt van deze werkvorm. Maar dan is het vaak is het inderdaad een afgeleide van de haiku. En dat is dan de zenryu. Ja. Bijvoorbeeld het menselijk gedrag of wat dan ook. Ja. Maar kun je dicht zelf ook, hè? Ja, ik ben ook een keertje dichter van deze streek geweest. Ja. En maak je zelf ook veel haiku's? Ja, ik heb zelfs één boek gemaakt wat de gemeentes ook uitgeven. Dat is dan haiku's over de Maasherren. En die zijn geïllustreerd. Ja. Nou, die zijn geïllustreerd meer dan dat. Het zijn allemaal gouaches geworden van een goede kunstenaar. Gouaches zijn? Gouaches is een soort aquarel. Ja, heel mooi. En de wethouder, Willy? Willy Hendricks. Ja, Willy, zeker. Die gaat de haiku nu ook voordragen. En het gaat nooit lang duren als ik jou... Supersnel. Maar goed, het was ook de bedoeling dat we een behandelen, zullen we maar zeggen. Behandelen? Ja, behandelen. Kijken hoe goed die haiku is. Want misschien wist je dat niet, maar een haiku moet je eigenlijk overkomen. Nou, dit is dan een beetje kunstmatig natuurlijk, want je krijgt een opdracht. Ja, maar ik zou zelf bij voorbaat zeggen, als een wethouder een haiku schrijft, zou ik bij voorbaat zeggen, die moet fantastisch zijn. Dat kan niet anders. Alleen al dat ze de moeite neemt om een haiku te schrijven. Is ook gebleken, want we hebben wat gecorrespondeerd over en weer met verschillende wethouders en ze hadden er heel veel plezier in. Ja, ja, ja. Ja. Ik ben benieuwd, Willy. Ja. Zal ik daar komen zitten? Ja. Doe je het liefst? Dat vind ik wel fijn. Ja, ja, ja. Veilig aan weerskanten, hè? Nee. En Willy, want ik zag net, ook toen ik hier aankwam, ik zag net allerlei mensen plakken. Want ik geloof dat 22 november zijn hier de verkiezingen, hè? Ja, 22, 23 en 24. Ja. 3 dagen, maar eigenlijk 24 november is de dag. Ja. En namens welke partij zit jij in de gemeenteraad? Ik zit namens Team Lokaal. Dankjewel dat ik hier reclame mag maken. Jazeker. En Team Lokaal, dames en heren, voor al uw wensen, groot of klein, dat Team Lokaal zijn. Hè? Dankjewel. Ja. Maar wil je ook wethouder blijven? Ik zou dat graag blijven, nog de komende 4 jaar, omdat ik vind, ja, ik ben wel oud, sommigen vinden mij te oud. Vind zo, ik, zelf ik schat 49, 51. Ja, zoiets. Ja, jij zit goed. Nee, ik ben 67 jaar. Sommigen vinden mij te oud. Ik denk, ik ben oud. Ja, daar ben ik. Ben ik heel blij mee. Ik ben ook 67. Ja, dat weet ik. Maar daarom. Jij zit ook nog hier. En ik zou ook graag terugkomen, omdat ik denk, ik heb een paar herindelingen meegemaakt. En ik denk dat de eerste jaren best pittig zijn. En dat je dan wel mensen moet hebben die wat meer ervaring hebben. En ja, ik ben nu bijna 12 jaar wethouder. 16, ben van 98 tot 2002 ook geweest. En ik denk dat ik die ervaring wel mee kan brengen om tot een geheel te smeden. En dat is onze opdracht, vind ik. Maar ik denk dat we naar de haiku... Maar ja, ze zeggen... ja, dat denk ik. Ja, want ze zeggen ook dat het van de haiku's afhangt of ze kan blijven. Hè? Nou, moet ik eerst uitleggen wat ik gezien heb? Of... Doe ja. Ja, heel graag. Nou, wij kregen die opdracht en... Ja, dat is even ter inleiding van haar. Storm in het glas. Goed zelf. Nou, nee, dat is meneer Nico Linders. Die zit bij de techniek en die staat ook ja, op die lijst. Ja, alles goed. Nee, wij kregen die opdracht en dat was net in de tijd dat het behoorlijk hard vroor.
En dat ik met mijn man, wij reden naar Gennep, van Oefeld naar Gennep. Ik woon ook in Oefeld, ik ben een dorpsgenoot van Ed. En wij reden daar naartoe en wij zagen daar een verkeersopstopping. En het was net dat men op natuurijs kon schaatsen. En dat verbaasde ons. En wij hebben dus grond die uitgegraven is door de steenfabriek. En daar heb ik dus mijn haiku, mijn eerste, over gemaakt. Ja, ik vind dit al eigenlijk... Ik ook. Geweldig. Ja, dat is leuk. Dankjewel. Maar goed, nu komt-ie. Nu vol vuur klunen naar het kale, kalme ijs in gekaapte klei. Nou, ik vind het fantastisch. Nog een keer. Dank je. Dit moet je even tot je door laten dringen. Nu vol vuur klunen naar het kale, kalme ijs in gekaapte klei. Ik heb zelfs een mooie haiku gehoord. Dank je wel. Nee, ik heb heel veel haiku's gehoord. Okay. Ja, en ik vind vooral ook... Nee, want ik had toch wel een paar haiku, Japanse haiku-dichters die echt mijn favoriet waren. Maar ik vind het ook bijvoorbeeld mooi dat er veel beginrijm in. Ja. Vind ik ook mooi. En ik kom niet uit Japan, dus ja, ben ik hoewel je wel een beetje Japanse look hebt. Marco? Ja. Ja, ik moet je heel een beetje teleurstellen, Wim, over de alliteratie, over het beginrijm, want dat zat er heel veel in. Maar dat is een kenmerk van een haiku. Een van de kenmerken is dat er niet zoveel rijm in mag zitten. Waarom niet? Omdat rijm altijd iets kunstmatigs is. Dat is flauwekul. Ja, het is toch zo. En dat geldt vooral voor eindrijm. Want dan is dat bijna altijd kunstmatig. En dat zit er helemaal niet in. Maar er zit wel alliteratie in. En er zit ook wat klankrijm in. Hè? Van de klunen. Je gaat het gedicht niet afkammen, hè? Ik was al bang, Wim, dat je me... Maar, ja, het was de bedoeling dat ik eerlijke kritiek geef. Maar het is ook niet helemaal niet erg. Want je doet een leven lang over een goede haiku. Nou, mijn leven is niet wel zo heel lang. Ja. Mijn is ook niet, dus ik moet ook nog even. Maar ja, nee, dat zeggen zen mensen. Hè. Onder andere Mbashu, die de keizer van de haikus. Ja, zeker. En ja, die zegt van, je doet er eigenlijk, hij ook, echt een zenleraar, je doet er eigenlijk een leven lang over om het goed te kunnen. Maar goed, om een eerlijke... wat zijn de pluspunten, Marco, van het gedicht? Nou, de pluspunt is sowieso dat de natuur, dat het poëtisch klinkt, poëtisch is... En dat het in ieder geval een natuurervaring is. En een persoonlijk, sinds persoonlijk geraakt erin. Dus dat is de basis van, van een haiku. Nou, daar wil ik het graag bij laten. Ik ben mooi. Valt me zwaar tegen. Maar. Ja, maar dit was positief. Ja, dit was positief. Ja. Nee, prima. Prima, dank je wel. Ik heb er nog één. Oh? Ja. Ik mocht er twee, dus ja. Ik heb er nog eentje. En dat gaat over de Maashegger. Want de Maashegger, daar zijn we bijzonder trots op hier in het land van Kuik. Hè, want zo is dat. Dat gaat verder dan alleen Boksmeer. En ik ben dus zo oud dat ik meegemaakt heb dat de oudste inwoner van Oefeld, die kon vlechten. Maashegger vlechten. En voordat hij doodging, heeft hij dat overgebracht op een aantal mensen. Want de Maasheggen die waren eerst voor de boeren, omdat het als een soort, ja, het was de afscheiding van de weien. Dat verdween, dus die Maasheggen dreigden te gaan verdwijnen. Maar door het Maasheggen vlechten, wat een kampioenschap is geworden, is dat weer helemaal gaan leven. En we zijn zelfs UNESCO biosfeer geworden. Dus we zijn daar heel trots op. En daar is mijn tweede haiku op, maar ik durf hem bijna niet voor te geven. Ik ga een poging maken. Vertrouw op mij. Ik vertrouw op jou volledig. Ja. 67 jaar. Ja. Ik ben ook al ouder, hè. De boeren voorbij, behagen hoge heggen, vlechtende burgers. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Ja, dat is helemaal geweldig. Zeg nou een keer de naam van je partij. Ja, zo scoort ze wel, hoor. Wij moeten het hierbij laten, want het is pauze. Ja, prima. Dankjewel, prima. Marco. Dank je. Willy, geweldig. Dankjewel. Echt fijn. Dankjewel, Wim. Ja. Dankjewel. Willy Hendricks. Dames en heren, wij gaan... heb je twee fles wijn, krijg jij? Nee, anders voor Marco. Mag ik iets doen, Wim? Of krijg ik nu in op jouw programma? Doen, dat klinkt al... Ik drink geen wijn. Mag ik deze voor jou... mag ik die jou aanbieden voor mijn reclame? Voor Team Lokaal? Dat ik hem krijg? Dat jij hem van mij krijgt. Ik drink ook geen wijn.
Nee, maar we gaan hem verloten. We gaan hem verloten. Ja. We zitten met, laten we zeggen, 200 mensen in de zaal. Neem even een getal in gedachten. Ja. En dan zeg ik direct het getal. Moet wel even rood of groen bij denken, want stel dat twee mensen hetzelfde hebben. Dus onder de 200 een getal in gedachten. En het winnende getal is 188. Ja, dat is die vrouw. Ja. Had je rood of groen? Dat is fout. Dat is dan weer fout, ja? Maar ja, als er niemand anders onder. Wat zeg jij? Ja, dan heb je hem sowieso, was niemand anders dan 188. Waarom wil je hem zo graag hebben? Want je had helemaal geen 188. Maar, Ik heb hem al geproefd, dat is maar best goed. Oké, okay. Ja, waar woon je? Stevensbeek. Ja, ze kan ja. Stemmen. Wat zeg je? Ze kan op me stemmen. Ja, je kunt op haar stemmen, hè? Ja. Heel goed, je kunt het hier afhalen zometeen, ja? Ja, je moet wel even je lotnummer laten zien worden. Ben je ook lid van de Kneep, Jan? Ja. Heel goed. Ja. Je loopt wat langzaam, maar dat maakt niks uit. Het is de ouderdom, ja. Ga je hier zitten, Jan, of ga je achter de microfoon staan? Je gaat achter de microfoon staan, ja. Want je gaat iets voorlezen, Jan. Jij bent dichter. Ik ben van opleiding jurist. Waar ben je? Van opleiding ben ik jurist. Van opleiding ben je jurist? Ik heb 28 jaar als jurist gewerkt. Ja. Goed erin spreken. Maar... ja. Iets lager. Zo? Ja. Dus ik heb 28 jaar als jurist, bedrijfsjurist gewerkt. Maar ik heb wel altijd geschreven en ook geschilderd. En nu ik 15 jaar met pensioen ben, heb ik alle tijd om te schrijven en te schilderen. Ik heb nou een huisstijl nog geschilderd. Of maak je andere dingen? Dat komt dadelijk. Goed, ik vind het heel fijn om hier te mogen staan. En ik wil de Kneep eigenlijk ook bedanken voor de uitnodiging dat ik hier aan deel mag nemen. En ik wil ook de werkgroep bedanken die deze middag heeft voorbereid. Wie wil je nog meer? Harriette, Jette, Marlies, Mark. Hey, hou eens op, Jan. Die flauwte laten we achterwege, bedankt. Doe maar. Nou ja, ik heb heel leuk met die mensen samengewerkt. Ze hebben wel een applaus verdiend. Deze middag, grenzeloos met Wim Daniels, wil ik met jullie twee grenzen oversteken, richting zuiden. En als het goed is, komen we dan in Frankrijk. We zouden even kunnen stoppen in Parijs, om wat sfeer op te snuiven van het boek De Wandelaar van Adriaan van Dis. Het cadeauboek van Nederland leest. Maar we gaan verder. Nog ongeveer 500 kilometer naar de Dordogne. Naar het dorpje Montagnac-la-Crems. In 1993 verwierven we daar een eigen stekje. Een mooie droom ging in vervulling. Mijn vrouw Marijke en ik hebben daar ruim 5 jaar gewoond. Nee, niet in één stuk. Maar in brokjes van weken, verdeeld over 28 jaar. Zoals je ook met kleine hapjes van een lekkernij kunt genieten. Gedurende die 5 jaar hebben we een hechte vriendschap opgebouwd met inwoners uit de regio. Fijne mensen waarvan we zijn gaan houden en waaraan we dierbare herinneringen hebben. Vorig jaar hebben we besloten dat vaste plekje in Frankrijk los te laten. Op rationele gronden een verstandig besluit, maar emotioneel moeilijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze vrienden. Toen de verkoopakte was getekend, hebben we alle vrienden bezocht om hen persoonlijk te informeren over ons afscheid van Montagnac-la-Crems. Dat was emotie en een emotie die expressie kreeg in de vorm van een pasteltekening en een gedicht. De pastel die jullie achter mij ziet, op het scherm, staat voor de taal van beelden. En het gedicht dat ik zo dadelijk ga voordragen voor de taal van het woord.
De pastel is qua compositie gebaseerd op de regels van de Gulden Snede en de reeks van Fibonacci. En qua kleur volg ik de kleurenleer van Wassily Kandinsky. De tekst van het gedicht is een Siamese tweeling van Frans en Nederlands. En het geheel is dit product geworden. Een kaart met de tweetalige tekst. De titel daarvan is In de schaduw van de oester. À l'ombre du huître. Voor de belangstellende is na afloop de kaart te koop. De titel bevat twee metaforen. De schaduw staat voor het afscheid nemen zoals je ook vanuit de zon de koelte opzoekt en naar de schaduw gaat. En vandaag de schaduw van het verdwijnen van de gemeente Boksmeer. De oester staat voor de grond van de Dordogne. Deze bestaat uit mergel. En mergel is onder druk van de gletsjer in de ijstijd ontstaan uit de kalk van schalen schelpdieren. Luister naar een lied van de vogels die ons zagen toen wij voorbij kwamen. In stugwarme zomers zochten wij de weg waar de tijd op pantoffels schrijdt en droge sporen uitzet over de plooien van verleden oceanen, miljarden jaren lang geleden. In de mergelstenen tekens gaat de oester open in stugwarme zonneschijn, opent de schaduw de schatkist vol parels en parelmoer. In de duistere nacht sluit de schaduw van glans en parelmoer de oester in een nieuwe zee van herinneringen. Adieu Montagnac, adieu. Adieu gemeente Boksmeer, adieu. Heel mooi. Wil je nog iemand bedanken, Jan? Ja, bedankt voor het. Je hebt over Montagnac? Montagnac, dat is niet die Montagnac van die man. Ja, 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 ja. Maar ik vond het wel mooi, ik ga heel even zitten nog, Jan. Ik vond het wel mooi over die kleuren, want die van die tekening van jou, want je noemde Kandinsky, hè? Dat een inspiratiebron voor jou is geweest. Zeg ik dat zo goed? Ja. En dat voor mij ook, vind ik fantastisch. Ik heb twee kinderen. En de geboortekaartjes van die kinderen, daar heb ik schilderwerken voor Kandinsky van gekozen. Daar heb ik zo'n kaart van gemaakt. Ja. En die heeft gezegd dat elke kleur heeft een eigen taal. Ja, klopt. Oh, dat klopt. Oh, ik ben blij dat jij dat zegt. Ja. Klopt. Hij heeft een hele mooie beschrijving gemaakt van die kleuren. En de vier soorten spanningsvelden. Ja. Ja. Het begint met geel-blauw combinatie, dan de zwart-wit combinatie. En dan de groen-rood, en dan de secundaire kleuren, ja. Violet en oranje. Ja. Die hebben een eigen emotionele betekenis. Ja. En dat heb ik hier ook proberen toe te passen in die tekening. Ja, heel goed. Je komt uit Groningen, woont in Groningen, hè? Woon in Groningen, ja. 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 Heb je daar altijd gewoon los van? Nee, wij komen van de overkant. En dat is? Wij zien over Massa. Nou, mijn laatste woonplek was Gennep. Oh ja. Ja, ja, ja. En dat huis in Frankrijk heb je verkocht? Ja. Ja. Goeie prijs? Ja. Nee, er was wel veel belangstelling, maar het is gewoon niet hardop. Is het nog niet verkocht? Jawel. Nee, dat was het fatale moment dat we inderdaad die vrienden gaan loslaten. Ja, ja, ik snap het wel. Ik snap het wel. Maar goed, te goed dat je daar gezeten hebt, want je hebt een fijne tijd gehad, dat heb ik wel begrepen. Ja, ja, ja. Dankjewel, Jan. We gaan naar Gerard Sonnemans en naar Fede toe. Fede gaat een stukje voorlezen uit Gerard. Gerard, zei ik het goed dat ze een stukje gaat voorlezen uit een boek van jou? Jazeker. Ja. En Fede, misschien dat we daarmee kunnen beginnen, Gerard, met voorlezen van het stukje van Fede? Ja. Fede die gaat een klein stukje voorlezen uit het boek van, dat Gerard Sonnemans heeft geschreven. Fede, hoe heet het boek? Heet De Onvoltooide Reis, hè? Ik heb het hier liggen. De reis naar Gennep duurde net iets te lang. We zaten met onze neus tegen het raam om er niets van het nieuwe land te missen. Maar de slaap kreeg ons toch te pakken. We waren moe van alle indrukken en de zon scheen zo behagelijk warm door het glas dat we er slaperig van werden.
Eén voor één zakten we weg. Pas toen de bus stopte en onze reisgenoten hun stramme spieren uittrekten, werden we wakker. Zijn we er? Jazeker, slaapkoppen. De bus stond op de binnenplaats van het kamp. Veel kleiner dan de taxi die we kenden. Hier was het maar net genoeg plek voor de 15 families die met ons mee uit Amersfoort kwamen. Waar zouden al die andere mensen van de grote beer nu zijn? We drongen voor om zo snel mogelijk uit de bus te stappen. Op het gras stond de familie Blanda's. Vader, moeder, twee jongens en een meisje. Tegen iedereen die uit de bus stapte, herhaalden ze hetzelfde zinnetje in onze eigen taal. Welkom in het genaapje. Was dat vreemd, Maleis? Welkom was duidelijk en fijn. Maar wat bedoelden ze met genaapje? Even later stonden we met ons allen op de binnenplaats. Tussen de koffers en kisten die we uit Indonesië hadden meegenomen. Niemand wist wat we nu moesten doen. De blanke vader nam weer het woord. Welkom in het genaapje. Mijn naam is Heuvelmans. Ik ben de baas van het genaapje. U hoort dat mijn Maleis kapot is. Spreekt een van u Nederlands? We moesten lachen om wat hij zei. We begrepen heel goed wat hij met zijn kapotte Maleis bedoelde. Hij moest zijn zinnen van een briefje uit zijn hoofd geleerd hebben. Want hij sprak de woorden helemaal verkeerd uit. Maar in ieder geval probeerde hij het in onze taal uit te spreken. Dat was een goede start in het genaapje. We snapten inmiddels dat ons kamp zo heette. Een paar van onze vaders spraken een beetje zijn taal. Maar hun Nederlands was net zo kapot als meneer Heuvelmans Maleis. En dus werd onze rondleiding door het kamp heerlijk jamboe. Met gebaren maakte meneer Heuvelmans duidelijk waar de kantine en de keuken waren. De doucheruimtes, de toiletten. Meer moeite had hij om het uit te leggen wat de hokjes vol zwarte stenen waren. Wat hij ook probeerde, het bleef voor ons een groot raadsel. Uiteindelijk gaf hij het op en bracht hij ons naar onze woonbarakken. Op een lijst had hij al uitgewerkt wie en waar kwamen te wonen. We wierpen een snelle blik in ons nieuwe huis en glipten er toen vlug tussenuit. Binnen zitten konden we lang genoeg. Na een maand opsluiting op een boot en in bussen hunkerden we naar vrijheid. Rennen, gillen, spelen. En we waren niet de enige. Alle kinderen verzamelden zich op het grote veld midden in het kamp. Wat zullen we doen? Verstoppertje? We keken in het rond. Veel verstoppelaartjes zagen we niet. Patoelille? Ja. Dankjewel, Kees. Dankjewel. Het is uit het boek De Onvoltooide Reis van Gerard Zonnemans en illustraties zijn van Caroline Linsen. Gerard, als jij hier komt zitten, deze kant. Ja. Wat is dat? Die is van Velen. Oké. Okay. Ik was er boven van de pauze. Ja. Mag je gerust opdrinken? Ja. Ik weet niet wat erin zit, maar... is microfoon als je nog iets wilt zeggen. Gerard, wij kennen elkaar, hè? Jazeker, ja. Want wij hebben ooit samen in een schrijfteam gezeten. Ja. Klopt toch, ja, hè? We hebben twee boeken gemaakt samen, ja. Ja, ja. Welke waren dat ook weer? Het Grote Geschiedenisboek en Hollandse Helden. Ja, voor uitgeverij Scala Leuk en Leren was dat. Precies. Ja, zeker. Ja. Mooie boeken. Ja, ik heb er een paar meegenomen als mensen geïnteresseerd zijn wat wij samen hebben gemaakt. Kunnen ze naar afloop, kunnen ze komen bewonderen. Ja, ja, maar jij woont hier in de buurt ook? Ik woon hier in Boxmeer. Je woont in Boxmeer, ja. En jij bent van beroep ook schrijver volgens mij, toch? Ja. Ja, je hebt veel geschreven. En wat is specifiek van dit boek?
Dit boek is het allereerste jeugdboek wat geschreven is over de komst van de Molukse gemeenschap naar Nederland. Ja, Vede is van Molukse komaf, hè? Ja. Ja, Vede heeft de vader meegenomen. Ja. Waar kwamen de mensen, want die kwamen niet hier terecht, toch? Wel, toen ze... Nee, Boksmeer hebben we niks gehad. We hebben hier in de gemeente Boksmeer wel een kamp gehad in Vierlingsbeek. Ja. Klein kampje. Oh, ja. Ja. En in Milde is een kamp geweest. En die zijn later naar Kuik verhuisd. Een Vught, ja, precies. In het voormalig concentratiekamp. Ja. Wat ze Schattenberg noemden, maar wat ooit Westerbork geheten heeft, hebben er veel gezeten. Ja, dat is onlangs een prachtige documentaire gemaakt ook, ja. Hè? Vierdelig. Over de Molukkers en de belofte aan de Molukkers die nooit zijn nagekomen. Gaat jouw boek daar ook over? Ja, zeker. Ja? Ja. Want dat is natuurlijk het is een pijnpunt. We hebben... je ziet het aan Marek bijvoorbeeld, we zijn een heel kleurrijke samenleving en die wordt steeds kleurrijker. Maar Marek, en als we het hebben over onze Turkse, Marokkaanse landgenoten, die zijn allemaal op de een of andere manier uit eigen beweging hierheen gekomen, omdat ze wilden vluchten voor het gevaar of omdat ze dachten hier kan ik werk vinden. En de Molukse gemeenschap is eigenlijk de enige die hier kwam en daar helemaal niet naar gevraagd werd of ze dat wilden en die ook nooit de kans hebben gehad om weer terug te komen. Ja, ja. En in boek, het is een kinderboek, hè? Ja. Ja. En wat wil je met het boek duidelijk maken? Of zit er niet per se een zware boodschap in? Een zware boodschap? Nou, ik wil heel graag dat... het is het eerste jeugdboek over die geschiedenis van de Molukkers en Vede. En al die andere Molukse kinderen die nu opgroeien, en trouwens ook hun ouders en hun grootouders, met name de kinderen, die verdienen het om te weten wat hun herkomst is, waar ze vandaan komen en hoe belangrijk het is dat ze hun Molukse achtergrond koesteren. Ja. Want dat is gewoon een heel bijzonder verhaal wat er met hun speelt. Maar niet alleen Vede, maar ook de klasgenootjes en alle andere Nederlandse kinderen die moeten eigenlijk weten wat dit stuk geschiedenis, wat niet in onze geschiedenisboekjes terecht gekomen is, wat daar gebeurd is. Wat wij Nederlanders uiteindelijk 400 jaar lang voor een rare dingen hebben gedaan in dat verre Indonesië. En hoe wij levens kapot hebben gemaakt vaak. En hoe de Molukkers daar een hele bijzondere rol in gespeeld hebben in ons stukje kolonialisme. Ja. En Filip, ben je zelf nog ooit op de Molukken geweest? Nee. En dat is zo omdat je ouders daar niet naartoe willen? Geen geld hebben, want we kunnen zo een inzameling hakken. Ben je zelf ooit terug geweest? Ja. Ja? Lang geleden? Ja, best lang geleden. Ja. Wil je Filip nog wel een keer het land... Want hier, jij bent zelf hier geboren, denk ik. Ik ben hier geboren. Ja. Jouw ouders die kwamen uit Molukken. Ja. Ja. Ben je toen naar hun geboorteplaats geweest, hun geboortegebied? Ja. Van mijn vader en moeder. Ja. Leven ze nog, je vader en moeder? Vader. Ja. En wil je Vede nog ooit het land van herkomst laten zien? Ja. Ja. Oké, heel mooi. Hoe ga je het verspreiden? Want het is een boek dat dan op scholen. Kijk, ik was de leesconsulent gebleven. Dan is hij weg. Ja. Is helaas weg. Ja. Ja. Want daar moet je denk ik ook van hebben. Hè? Dat... Ja, leesconsulenten zijn wel belangrijk voor ons schrijvers. Die doen hun stinkende best. Met de bibliotheek op school tegenwoordig worden de bibliotheken vaak naar scholen overgeheveld om de boeken wat dichter bij de leerlingen te brengen. Op scholen wordt hard gewerkt aan leesconsulenten onder de leerkrachten. Ja. Dus de laatste jaren kantelt dat een beetje. De geletterdheid onder kinderen en Dirk gaf het al aan dat zo naarmate de kinderen ouder worden dat afneemt. Ja. Dus, en we leven in een enorm geletterde samenleving. Je loopt een enorme achterstand op als je niet, als je niet kunt lezen. Ja, nou, dat is zo. Wel vind ik zelf ook een beetje te zwaar aangezet.
want het ligt voor een deel ook aan de mensen die schrijven. Dat ze onduidelijk schrijven. Nee, ik herhaal dan, ik heb het pas ook op tv verteld. Ik haal het voorbeeld dan van mijn ouders. Ik kom uit een laaggeletterd gezin. Maar wij kenden dat hele woord laaggeletterdheid niet. We hadden er ook totaal geen last van. Als bij ons een brief binnenkwam, stapte mijn vader op de fiets. Ging hij naar het gemeentehuis in Adelix. Dan zei hij tegen de gemeentebode, haal de burgemeester eens even. Ja? En dan kwam de burgemeester aanzetten, E.P.A.M. Janssens, goede burgemeester. En die zei dan tegen mijn vader, Bart, wat is er aan de hand? Hij zei, vader, ik heb een brief voor jullie gekregen, wat moet ik ermee? Ja? En dan legde de burgemeester het uit, ging mijn vader naar huis, zei hij tegen zijn moeder, ze bedoelden er dit mee. Waarop zijn moeder zei, had ze niet gewoon kunnen vertellen. Ja? Karel, hoe vaak krijg jij zo'n een moeder aan de deur? En Wim? Want dat is mooi wat je daar zegt, maar ik geloof dat we met 1,8 miljoen laaggeletterden in ons land, dat er echt nog wel zeker is, ja, natuurlijk dat is wel een probleem hoor. Ja. Maar er worden ook wel heel veel slechte brieven geschreven waarvan je denkt, ja, had ook wel iets eenvoudiger toegankelijk kunnen zijn. Had ik het ook, want ik voel mezelf af en toe ook laaggeletterd hoor. Ja. Als ik een brief van een bedrijfsjurist thuis heb. Hartstikke mooi boek. Gerard, jij bent volop bezig met schrijven. Je schrijft al heel erg lang. Hè? Hoeveel boeken heb je niet geschreven? Rond de 35 kinderboeken en wat spul voor volwassenen. Ja. Is er nog iets wat je de mensen in de zaal mee wilt geven naar aanleiding van dit boek? Waarvan je zegt, nou, dit moet iedereen nog even weten. Ja, iedereen moet het gewoon lezen, want dit is echt een geschiedenis die... Die ook onze geschiedenis is. Het is een gedeelde geschiedenis. En om begrip ook te hebben voor onze Molukse landgenoten. Het zijn er op dit moment 70.000. Die lopen allemaal nog met die pijn in dat hart rond. En als je de geschiedenis niet leert, dan, ja, dan begrijp je dat niet. En het is echt een heel reële geschiedenis. Want, ja. Ze zijn hier in 1951 naartoe gehaald omdat eindelijk na 4 jaar lang tegensputteren de Nederlandse regering zei wij geven Indonesië hun vrijheid. Maar het KNIL, het Nederlandse Indisch leger, wat geprobeerd heeft de Nederlandse rechten terug te bevechten, daar zaten veel Molukse militairen in. Ja. En die zaten in de KNIL, die konden niet in Indonesië achterblijven. Dus die zijn op de boot gezet met hun gezinnen, zijn hierheen gehaald met het verhaal, nou, met een halfjaartje hebben we een oplossing gevonden voor jullie en dan mag je terug. Ja. En die belofte is nooit ingelost. Nee. En er is jarenlang, heeft dat ook geduurd voordat de regering ook in beweging kwam om ook maar enigszins tegemoet te komen aan die Molukse gemeenschap. Ja. En de ouderen onder ons hier... Die weten wel wat er in eind jaren 60 en de jaren 70 allemaal over ons land heen gekomen is. Allemaal, ja, als je nu terugkijkt, gewoon heel begrijpelijk. Ja. En, ja. Ik dank je wel, Gerard. Ik heb het boek al gelezen. Prachtig boek. Het is overal in alle boekhandels te krijgen, denk ik. Hè? In principe wel. Ja. Wanneer is het verschenen? Kinderboekenweek. Kinderboekenweek, ja. Het zou mooi zijn als je met het boek, maar misschien het al gebeurt, dat je ergens op tv het erover kunt vertellen. Ja, zover ben ik niet gekomen. In de Molukse gemeenschap, daar zingt het rond en daar wordt het gevonden. Ja. Ja. Maar misschien wel, mag ik nog heel eventjes, want Vede zit hier niet voor niks, hè. Je vroeg het straks. En, ja, we hebben elkaar ontmoet bij Tante Carla. Tante Carla is getrouwd met Nino. Nino, bekend van Masada, voor wie zich nog herinnert. Was Masada? Je ken je Masada niet. Nee, dat is een Molukse popgroep uit de jaren 70, 80. Trouwens, hij bestaat geloof ik nog steeds, hè? Nou. Maar ik heb Fede en Seven, de neefje, gevraagd van willen jullie wat stukjes voor mij komen voorlezen? Dat ik het op kan nemen en dat ik dat op kan nemen ook dan vervolgens in het lesmateriaal wat ik erbij gemaakt heb, wat digitaal te krijgen is. Dus er staan op internet staan er wat stukjes van Fede en van Seven waarin ze wat fragmenten voorlezen uit het boek. En dat vinden we op internet bij? Ja, het is te vinden op visitgennep.nl/kinderboeken. Ja, we hebben al joshua.nl, moet ik wel zeggen. Ja. Oké.
is er iemand die is er iemand in de zaal, ik heb het boek gelezen, echt een prachtig boek, die zegt ik zou het boek willen hebben, maar ik heb gewoon heel weinig geld. Ja, kun je gerust zeggen, als je weinig geld hebt. Wie heeft er hier echt weinig geld? Ja? Wie weinig geld, echt weinig geld heeft, moet ik gewoon eerlijk zeggen, ik kan niet betalen. Daar, ja, kunt die boek... Ik niet, maar ik kan het aan een vluchteling geven. Kijk. Kinderen. Heel goed, ja. Super. Hij heeft zelf ook niet veel geld ervan. Nee. Heel goed. Gerard, ik dank je wel. Fede, ik dank jou zeer. Wil je nog iets zeggen, Fede? Nee. Denk je dat jij een fles wijn krijgt, trouwens? Nee. Maar wel een boek. Oh, dat heeft een katvisboek. Ja. En een cadeaubon. Ja. Er ligt hier al vanaf het begin een strip van Suske en Wiske. Is die van iemand? Wat? Niemand? Willem van Beek. Ik ga jou vragen, want jij gaat het laatste gedeelte van dit programma doen. Nou. Toch? Mensen samen. We moeten er even vaart achter zetten, want om 5:00 moet deze zaal leeg zijn. Een onderdeel van Taal aan de Maas in die 4 gemeentes... is het estafette verhaal. We hebben Lotte Samara Hermans gevraagd om een begin te maken met dat verhaal. En we hebben de 5 burgemeesters uitgenodigd om telkens een onderdeel van dat verhaal te schrijven. We gaan nu eerst Lotte Samara vragen om een korte samenvatting te geven van de eerste 4 delen. Want anders denk je, waar gaat dit over? Het verhaal heet Blinkend Goud. Daarna gaat Wim Hillenaar zijn verhaal lezen. Hij heeft de laatste weken daar heel hard aan gewerkt. En hij geeft het stokje door aan Karel van Soest. En meneer van Soest gaat het dan weer overdragen, de laatste, aan de burgemeester van de Graven. En dat zal plaatsvinden in december. Maar eerst even de samenvatting. 4 dorpsgenoten hadden in het bos een mysterieus doosje gevonden. Het bevatte een gedicht. En was het begin van hun zoektocht naar verborgen goud. Blinkend goud. Maar ze waren niet alleen. Een vreemdeling die zich voorstelde als Floris de Zwarte waarschuwde dat het viertal verloren was zonder zijn hulp. De 5 door het lot samengebrachte personen stonden de volgende ochtend met 5 paarden klaar om te vertrekken toen de bliksem insloeg op een grote kei. Het natuurgeweld onthulde een nieuw mysterieus doosje. Vanuit dat doosje klonken onheilspellende stemmen met opnieuw een hint over hun zoektocht en een gouden sleutel. Floris hield deze bij en gaf zijn paard direct de sporen. Ons viertal kon niets anders doen dan volgen met hun eigen paarden in volle galop. Na een urenlange tocht kwam het gezelschap bij een enorme boom met gillige takken. Floris was hier gestopt en vertelde over de legende die al heel lang in zijn familie werd verteld. Volgens hem was de schat te vinden in een toren. Maar welke toren? Alleen de grootste bomen zouden het weten, vertelde het eeuwenoude verhaal. Plotseling verscheen de gedaante van een oude dame, alsof ze zo uit de enorme boom was gekomen. Zij had een nieuwe aanwijzing voor het gezelschap. Ze zouden naar Oelbroek moeten, volgens de vrouw, en daar hadden ze hulp nodig van de bewoners. Terwijl ze Oelbroek naderden, klonken dreigende geluiden uit het dorp. Wat stond hen nu weer te wachten? Ik ben heel benieuwd. Dus de burgemeester van Kuik zegt het goed, hè, Wim? Dat zeg je goed, ja. Die gaat het derde deel van het 5 luik voorlezen. Het 4e? Ja, sorry. Ja, ik doe het 4e, ja. Nee. Ja. Het is het 4e deel, maar ik ben de 3e burgemeester. Sorry. Ja. Wat stond hen nu weer te wachten? Daar eindigde het vorige stuk mee. Zware tonen in een langzaam ritme trilden hen tegemoet. De spanning voelden ze in hun lijf. Ze vertraagden hun pas en stapje voor stapje kwamen ze steeds dichter bij het dorp. Ze hoorden nu ook muziektonen. En vrolijke stemmen. Ach ja, natuurlijk, lachte Jasper wat verlegen. Hoe had hij zich ook zo kunnen laten meeslepen door dat mysterieuze gedoe? En
En stelden ze zich eigenlijk niet enorm aan, vroeg hij zich vertwijfeld af. Het dorpsfeest is begonnen. De anderen keken hem wat verward aan. Tot hij hen vertelde dat hij de dag ervoor druk bezig was geweest met de voorbereiding in het dorpshuis. Hij was het door de wandeling in het bos, de ontdekking van het glinsterende ding en de ontmoeting met Rosa en alles wat erop volgde helemaal vergeten. En daar stonden ze dan, nog helemaal in de ban van hun feest, van hun spannende zoektocht naar de schat, stapten ze de feestelijkheid in. Waarom ook niet, riep Floris vrolijk uit. En ook Bram gaf gretig toe wel dorst te hebben gekregen van hun avontuur. Frank had de hint begrepen en stond al bij de bar. Jasper en Rosa keken elkaar aan, glimlachten veelbetekenend en volgden de rest. Het vijftal raakte volop aan de praat. Want wat hadden ze eigenlijk allemaal wel niet meegemaakt de afgelopen anderhalve dag? Was hun fantasie op hol geslagen? Zou er echt een schat zijn? En hoezo hebben uitgerekend zij elkaar ontmoet? Ze leerden elkaar die avond steeds beter kennen. En ze waren vastbesloten hun zoektocht voort te zetten. Ik sla wat aanwijzingen die ze in dat feestje hebben gehoord over, ook om u toch echt de tekst nog een keer te laten lezen natuurlijk, en omwille van de tijd. Maar na dat feestje sliepen ze als rozen, maar niet lang. Want toen de haan kraaide en de zon de kamer inscheen, waren ze meteen klaar wakker. Op naar de schat. Op de lommerrijke brink aangekomen, sloeg de vertwijfeling toe. Je kunt toch niet zomaar die toren gaan beklimmen? En waar begin je met zoeken? Bram probeerde de deur van de kerk te openen, die tot zijn verbazing luid piepend openging. Ze stapten alle vijf de koele kerk in en keken om zich heen naar een aanwijzing. Aha, hoorden ze een reizige, magere broeder zeggen, die naar hen toe kwam snellen. Dat moeten ze zijn, de vijf dienaren van het land van Kuik. Verbaasd keken ze elkaar aan. Hoe komt dit nou weer? De broeder glimlachte breed, vriendelijk, maar ook mysterieus. Ik zal het jullie vertellen. Per toeval hebben jullie elkaar gevonden. Als vijftal hebben jullie verschillende aanwijzingen voor de schat gevonden. Jullie zijn bij elkaar gebleven en jullie zijn vastberaden om verder te zoeken. Nou, dan moeten jullie de vijf uitverkorenen zijn. Zoals lang, lang, lang geleden al is voorspeld. Maar, stamelde Rosa, nee, wacht, ik zal het jullie bewijzen, sprak de broeder rustig verder. En hij haalde onder zijn bruine habijt een grote, koperkleurige, vijfhoekige, zware koker. Dit, zo vertelde hij verder, is een pentascoop. Dat is een kijker waar iedereen die erdoor kijkt mooie kleurpatronen te zien krijgt, zoals bij een kaleidoscoop. Maar alleen de vijf uitverkorenen kunnen er echt iets door zien. En, zo gaat de legende verder, ze kunnen er ook door zien waar de schat verborgen is. En met grote, glimmende ogen keek hij hen aan. Kijk er maar eens door. En Frank, die het maar moeilijk kon geloven, stak zijn hand uit en hij zei, het zal mij benieuwen. Hij keek erdoor en werd steeds enthousiaster. Hij gaf de pentascoop door aan Bram, die ook al zo opgetogen reageerde. En bij Floris was het al niet anders. Jasper werd heel, heel nieuwsgierig. Zeker toen Rosa uitriep dat ze allemaal mooie plekken voor zich zag uit het land van Kuik, met blinkend goud. Ja, er is volgens mij niet één schat, maar er zijn er volgens mij veel meer, riep Jasper uit. Kom, we gaan ze zoeken. Inmiddels hadden zich op het plein allemaal mensen verzameld en ze juichten het vijftal toe, toen ze op hun paarden sprongen. Wees zuinig op de pentascoop en gebruik hem slechts als jullie met z'n vijven zijn. En laat je niet afschrikken, riep de broeder toen ze wegreden. Wat zou hij daar nou mee bedoelen, dacht Jasper. Maar hij zat zo vol adrenaline en zijn vrienden reden zo snel vooruit dat hij geen tijd had om erover na te denken. Vastberaden waren ze. De uitverkorenen.
Ze zouden de eeuwenoude schat vinden. En helemaal in de band van het avontuur hadden ze niet door dat ze vanuit de struiken bespied werden. En ook de in het zwart gehulde ruiters achter hen merkten ze niet op. Nou, meneer van Soest, dat wordt een hele uitdaging, denk ik, om hiermee door te gaan. U geeft het stokje over. Meneer Hillena, heel hartelijk dank. Hebt u het een beetje leuk gevonden? Ik vond het best een opgave, moet ik eerlijk bekennen. Maar ja, als het dan eenmaal op papier staat, wordt het wel leuk, ja. Het zoveelste bewijs dat er toch nog wel andere talenten zijn dan ambtelijke stukken schrijven. Heb je al enig idee welke kant gaat het uit? We kunnen heel veel kanten uit met dit verhaal. En uiteindelijk komt het natuurlijk allemaal goed. Hè? Want wat ik nu hoor, dat kan linksom, rechtsom, boven, overlangs. Het leidt altijd tot een happy end. Typisch antwoord van een politicus. Goed, u kunt het verhaal lezen op de website van de Kneep. Daar staat het hele verhaal vanaf morgen op. En als u straks naar buiten gaat, daar ligt een foldertje bij de boekenstand. Daar, als u daar uw naam inschrijft, dan wordt u altijd op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Kneep zoals deze. Nou gaan. Wanneer wordt het klaar? 8 december. Jezus. Ja. Pak je zaak.